Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hans Raven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 13 hier in Japan. Heb je die vorige video in Singapore gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje, klik erop. En zij die video verschijnen, we werden daar gewoon vijfde. Dat was heel goed om te zien. We hebben 27 punten in totaal, staan op dit moment op een 11e positie in het coureursklassement. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 23 My Team Career Mode. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. De kalender is gewoon opgevuld zoals normaal. Kijken wat we nog kunnen gaan kopen van de betrouwbaarheid. Eén onderdeel komt er dus aan. Er komen ook een flink aantal updates eraan, dus dat is goed om te zien. We werden dus zesde in de vorige wedstrijd. Japan is een lastige baan voor ons. Kijken wat we daar kunnen gaan doen. Update gestart van de aerodynamica. En de training is voltooid. Helaas is een ander deel van de aerodynamica gefaald. Minder jammer is eigenlijk de Pirelli Hot Lap, want ja, die slaan we gewoon over. We moeten ook nog even geld gaan sparen voor Richard Verschoor, want het contract loopt over 60 dagen af. Maar goed, dat zien we dan allemaal wel. Van de Halo is er dus niet. Die kunnen we dus opnieuw gaan bestellen. En die komt voor de grootprijs van Qatar er dus op. Dat is goed om te zien. En dan gaan we ons gewoon lekker voorbereiden voor de kwalificatie voor aflevering nummer 13. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken wat we kunnen gaan doen in deze regenachtige omstandigheden op de intermediates, dus naar buiten. Tijdens de race is er geen regen verwacht, dus dat is goed om te zien. Eerste bocht nemen wij hartstikke goed, jazeker. Maar bij de S-secties. En daar gaan we ietsjes te wijd. Heeft ons wat snelheid gekost. En dan komen we aan bij de laatste bocht. En dan door naar start, finish. En dan laten wij een 1.41.551 noteren in Q1. Goed genoeg voor P4 op dit moment. Dat is goed om te zien. Helaas kunnen we geen tweede runner achteraan doen. Tegen het einde van Q1 kunnen we dit pas weer verder doen. We staan op dit moment op een 16e positie. Net goed genoeg om door te kunnen gaan naar Q2. Dus dit wordt een alles of niets poging. Met nog ongeveer 10 minuten op de klok. We hebben ook een verse set inters weer eronder gezet. Vlag hangt uit in Q1. Nog steeds een 16e positie voor ons. Maar zet een groene sector 1 neer. Zijn 2/10 sneller dan Valtteri Bottas die op P14 rijdt. Klein beetje blokkeren aan de linker voorwand. Pakken hier wat extra tijd goed. Ruim 18e eronder gedoken. En dat is een P8. 8e positie in Q1. Zijn dus door naar het tweede kwalificatiedeel. Gele vlag in sector 3. Weet niet wat daar aan de hand was. En geel in sector 1. En nog ongeveer 50 seconden op de klok. Gaan we dus gewoon naar buiten om één run te laten noteren. En dan, ja, zit het erop voor de kwalificatie. Schoor dus niet door naar Q2. Vlag hangt uit in Q2 dus. Nog steeds een 16e positie. Hopelijk kunnen we misschien 1 à 2 posities stijgen. Zou mooi zijn voor de race. Klein beetje te wijd bij het rechte stuk.
Kom aan bij de ene laatste bochten. En dan komen we aan bij start-finish en dat is een P15. Een plekje omhoog geschoven. Sainz de snelste in Q2. Wij staan dus op een 15e positie in de Grote Prijs van Japan. Er is geen regen voorspeld. Dus ja, we gaan het gewoon lastig krijgen. En zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de race voor aflevering nummer 13. Daar gaan we dan. We come to you today live from the Mie Prefecture in the south of Japan's Honshu Island. For a race that has seen so many title deciders through the years. Some simple, some controversial, but all contributing to a legacy that makes the Japanese Grand Prix an indispensable stop in any Formula One season. It's time to take a look at our starting grid for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Perez, Sainz, Leclerc, Fernando Alonso, Russell, Ocon, Stroll, Oscar Piastri, Norris, Bottas, Hülkenberg, the Professor, Magnussen, Tsunoda, Gasly, Albon, Joe, Richard Vershaw, Sargeant, and Nyck de Vries. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten we dus meenemen in deze wedstrijd. Punten pakken is het doel, maar ik denk niet dat we dat daar gaan halen. We zien wel waar het schip strandt. Zeggen ze altijd eigenlijk eerder waar de auto belandt. Goed. Kijken wat we kunnen gaan doen bij de start. Strategie is gewoon, denk ik, soft, medium nemen. Gewoon de juiste hoeveelheid brandstof mee, hoop ik. Ik ben gewoon voor een aantal rondes gekozen. Ook heel benieuwd wat Richard Verschoor kan. 20 ronden is denk ik meer dan zat. En dan gaan we ons voorbereiden voor de formatieronde. Hier in Japan. Vertrekken dus op een P14. Moeten een goede start hebben om misschien kans te maken voor punten. Je weet het maar nooit. We komen gewoon goed weg van onze startpositie. Verstappen dus leidt de wedstrijd en is ook leider in het WK. Hamilton volgt op P2 en ook in het WK. Achterbanden nog even extra goed opwarmen en dan gaan we gewoon beginnen voor de Grote Prijs van Japan hier in Suzuka. De thuiswedstrijd van Honda dus. En komen prima in onze gridpositie terecht. Gaan we ons gewoon voorbereiden voor de Grote Prijs van Japan. Aflevering nummer 13 gaat beginnen. De lampen gaan aan voor de Grote Prijs van Japan dus. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Hülkenberg is slecht weg. En daar vallen we gelijk aan de buitenkant aan bij twee jongens. Hier al aan de binnenkant bij Norris. Het is daar heel close. We moeten daar Piastri even laten gaan. Kijken hier aan de buitenkant. En we worden aangetikt door Kevin Magnussen. En dat betekent de start helemaal voor niks geweest. Teruggewezen naar een P20. Voor Nyck de Vries en Richard Verschoor. Zonde van die botsing. En nu moeten we dus plekken gaan goed zien te maken.
Het is nog niet voorbij, zegt Mark Preisselier. Nou, ik denk helaas van wel, want daar zit Nick de Vries te kijken voor een aanval voor P19. Maar, sorry, voor P20, maar hij kan er niet langs. De Vries hier nog even er niet. En rijdt al naar Guangzhou. Verstappen noteert de snelste raceronde 1.31.158. Gevolgd door Lewis Hamilton en een Ferrari-coureur. We rijden dus in ronde nummer 2. Nog 17 rondes te gaan in de wedstrijd. Herhaling van de start, wat er zo net is gebeurde in Japan. Hamilton komt slecht weg en die Ferrari was heel goed weg. Sainz is dat, wij kijken dan gelijk aan de buitenkant en doen daar een beweging naar links om Hulkenberg daar af te stoppen. Gaan daar een beetje wijd daar en moeten daar oppassen voor Oscar Piastri. En het is volgens mij Kevin Magnussen die ons aantikt. Magnussen is daar gewoon... Ja, wat is het? De veroorzaker van de crash. En daardoor zakten wij helemaal terug tot P20. Ronde nummer 6 is het inmiddels. Als we daar bij de hairpin misschien kunnen kijken bij Guangzhou. Lukt helaas net niet. Dan volgt nu de exit. En gaan in besparingsstand van de ERS. Dan volgt zometeen dat rechte stuk. En dat is volgens mij Nico Hulkenberg die wat langzamer rijdt dan de rest. Gat is al heel groot naar Alexander Albon. Die nu al bij de ene laatste bocht is. De Vries zit te kijken voor een aanval. En hij vallen zo daaraan aan de binnenkant, jazeker. P19 op naar Logan Sargeant. Goeie manoeuvre, blijf zo doorgaan, zegt de ingenieur. En dus het op naar de Amerikaan. Ronde nummer 9 als Albon nog steeds klem zit achter Hulkenberg. Hij is inmiddels helemaal weggereden, dat wel. Sargeant is de volgende voor P17. We maken daar een klein foutje. Magnussen volgt op 1,7 seconden. En Albon duikt naar binnen. En wij duiken dus ook naar binnen voor een undercut op Logan Sargeant. Gaan proberen hem er voorbij te steken tijdens die pitstop. Nog 9 rondes te gaan. Tsunoda naar de harde band gegaan. En wij duiken dus naar de medium compound. 2,4, een prima pitstop. En komen we terug op P21. Voor Kevin Magnussen, achter Alexander Albon. We moeten nu zo hard mogelijk trappen om Logan Sargeant zo meteen voorbij te steken tijdens die pitstop. Als hij naar binnen duikt dus. Nog 9 rondes te gaan in de race. Sargeant is dus naar binnen gedoken. Hetzelfde geldt voor Richard Verschoor en Nick de Vries. En allemaal een ronde langer doorgegaan. En die zitten nog allemaal in de pitlane. En dat betekent dat wij de undercut op Logan Sargeant hebben voltooid. Goed gedaan, rijden op een P17. Nu is het deze positie zien vasthouden, want ik denk dat Alexander Albon net een maatje te groot is voor ons. Nog 8 rondes te gaan in de race. Gat naar Sargeant is 3,3 seconden. Naar Albon inmiddels 2,5. En laat de groene sector 1 noteren. Kijken waar we zo meteen terechtkomen tegen het einde van de race. Want ik denk niet dat Albon nog in te halen is. Ronde nummer 12 is het inmiddels als het geel is in sector 1. Jazeker. En het is volgens mij Max Verstappen die uit leidende positie gaat uitvallen. Verstappen finisht de thuisrace van Honda niet. Wegoverwinning. Lewis Hamilton gaat als het zo eindigt weer een overwinning pakken. Hij won in Monza. Gaat hij dan nu ook in Japan een overwinning vieren? Wij dus nog geen podium gepakt dit seizoen. Onze beste resultaat was een 5e positie in Italië. Gele vlag omdat Verstappen daar stilstaat. En wij dus door naar P16. Gat naar Albon inmiddels 4,4 seconden. Naar Sargeant is er 2,4.
Herhaling wat er is gebeurd met Verstappen zo net in ronde nummer 12. Ploffende motor. Ploffende motor. De Honda motor begeeft het. Pijnlijk voor Honda. Pijnlijk voor Verstappen. Pijnlijk voor Red Bull. En 0 punten gaan letterlijk... 25 punten gaan letterlijk in rook op. Jammer, jammer, jammer. Wat ook jammer is, is dat Sargeant naar ons is toegereden in de ronde nummer 14. Hetzelfde geldt voor Nick de Vries en Richard Verschoor. We moeten even in verdedigingsstand gaan komen. Sargeant probeert het aan de buitenkant. Het lukt helaas niet. We schieten wat door. Dat heeft onze exit wat verpest. En deden daar een tegenaanval op Sargeant. Want ja, op het rechte stuk had hij ons ingehaald. Ik heb het dat helaas niet erin gezet, helaas. Beetje close, iets stukloos tussen ons tweeën. Sargeant nog steeds aan de buitenkant. Hij houdt dat vol, maar wij duwen hem daar wijd. In ronde nummer 15 nog 4 rondes te gaan in de race. Met Lewis Hamilton nog altijd als raceleider. Daarachter rijdt Sergio Perez. Sargeant kijkt daar gewoon naar de buitenkant. Die had veel meer snelheid. De Vries probeert het daar ook aan de binnenkant bij 130R. Dat lukt net niet. Heel close tussen ons drieën. En we vallen Sargeant daar weer aan de binnenkant aan. Laten hem daar wijd lopen. Duwen hem gewoon helemaal wijd. En dat is P16 nog steeds. Moet hem wel in besparingsstand, zie ik. Moeten in besparingsstand. Nog 0,14 ronden zijn we eronder van de brandstof. Ronde nummer 16. En Sargeant zit aan te vallen. En kijkt gewoon naar de buitenkant. Maar is er niet voorbij, want durft hem niet te laten staan. Kijkt nu naar de binnenkant. Lukt ook niet. En gaan hier gewoon wat langzamer rijden om brandstof weer op te wekken. Om ervoor te zorgen dat we deze race kunnen gaan uitrijden. Met nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Lewis Hamilton nog altijd. Leider in de wedstrijd. Daarachter dicht is Sergio Perez. Die gewoon voor Honda het feestje moet gaan goedmaken. Omdat Verstappen is uitgevallen in de wedstrijd. Albon kunnen we gewoon niet meer verschalken. Dat gat is gewoon te groot. 16,3 seconden. Oh. Sorry, Sargeant. Ik wou zeggen Albon. Sargeant kijkt daar aan de buitenkant. Lukt niet. En Zhou profiteert mee. Goed gedaan van de Chinese coureur. Profiteert mee na een blunder van Sargeant. Maar dat betekent dat Lewis Hamilton winnaar is in Japan. Honda verliest hier de wedstrijd door een motorisch probleem. Wat kan Zhou nog aan de buitenkant? Maar kan er niet voorbij. Wij gaan hier teleurstellend als 16e eindigen. Kleurloze wedstrijd. Jammer van die eerste bocht. Die touché met de Haas. Zonde dat het onze race gewoon helemaal verpest. En dus op naar de volgende wedstrijd. They've done it then. Here at Suzuka. A brilliant win on the beloved Figure of Eight circuit. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Hier benoemde de uitslag van de wedstrijd. Lewis Hamilton wint de grootheid van Japan na een uitvalbeurt van Max Verstappen. Perez naar P2. Russell op het podium met de snelste raceronde. Sainz 4, Alonso 5, Leclerc 6, Norris 7, Piastri 8, Ocon 9, Stroll dus naar P10. Wij dus naar een P16 vertrokken, dus van een P14. Jammer, jammer, jammer. Ook jammer van Max Verstappen die helaas uitviel. 0 punten dus voor hem.
Nou ja, het was voor ons gewoon een kleurloze wedstrijd. Zoals ik al had verteld. Dus ja, het is wat het is. Op naar de volgende, zullen we dan maar gewoon zeggen. Team acclaim dus met mezelf en Verschoor. Teamgenoot is level 10, wij zijn level 9. Het team is dus level 13. Dan op naar het... De geldcash. Sponsoren dus doelen behaald. Jazeker, $282,000 erbij. Helaas hebben Verschoor en ik wat schade gereden. 80k, dus ook erbij. In totaal $1,36 miljoen op de bank. Even doorsparen, dan kunnen we het contract met Verschoor gaan openbreken. Of kunnen iemand anders kiezen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn game kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks F123 My Team Karemont content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg hem even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het al mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik hou je met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.